Welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Ja, we gaan vandaag nog even verder met deze draaikrans. En ander stuk wat hier ook, dan wordt ook bij de draaikrans trouwens. Ja, want deze willen we eigenlijk klaar hebben voor wanneer dat de koepel terugkomt. Want dan kunnen we hem namelijk in het frame zetten. En dan kunnen we hem ook weer vastbouwen natuurlijk. Want we kunnen natuurlijk, als de koepel nog leeg is, kunnen we hem nog oppakken met de kraan. Maar zo gauw we daar onderdelen aan beginnen te zetten, dan wordt het straks te zwaar. En dan kunnen we deze er niet meer onder krijgen, om het zo maar te zeggen. Dus dit is nou belangrijk dat dit eigenlijk eerst klaar is. En dat die in elkaar gezet kan worden. Oké, laten we gaan doen. Hey. Minimaal. We zijn even aan het kijken naar die baan waar de kogels erheen lopen. Die moeten we ook schoonmaken. Je ziet, hier zit echt van die koek allemaal op. Dat moet eraf. En dit is al weggepoetst. Maar dat gaat niet heel snel, zeg maar. Dat is... Dat afpoetsen wel, hoor. Dat ben ik echt... Als je met tinner doet. Ja, dat had ik met rekwijnig gedaan. Maar dan hoef je niet met staalborstel te doen. Dan moet je gewoon afpoetsen. Ik dacht dat jij net zei dat je al lang mee bezig was. Ik had een stukje met WD-40 gedaan toen dat ging wel redelijk. Nee, ik ben daar niet lang mee bezig geweest. Dan moet je toch gewoon oppoetsen. Dan moet er niet meer staalborstel aankomen, dan beschadig je. Ja, ik denk dat ook wel meevalt, hoor. Maar... Ja, we kunnen hem ook gewoon oppoetsen. Nee, we kunnen beter oppoetsen. Dit is toch goed zo? Jawel. Prima hoor. De rest. Deze die moeten we ook nog eventjes schoonmaken en terug in elkaar zetten. Dat is dus de koepelaandrijving. Deze as die moeten we even een beetje oppoetsen. Die rotzooi eraf allemaal. We zouden daar nieuwe lagers voor bestellen eigenlijk gisteren. Maar we keken in de bestellijst en we hadden eigenlijk alleen nog maar twee van die lagertjes nodig. En vond het een beetje onzin om daar de courier voor te laten rijden nu. Maar hadden we ze nou wel gehad. Maar we hebben die nu nog niet nodig om dit in elkaar te zetten. Want we moeten hem toch eerst helemaal assembleren. Die lagers worden naar de rand erin geschoven. Dus dat kan altijd nog. Dus we kunnen hem al wel gewoon helemaal in orde maken en klaarmaken. En dan lagers bestellen. Schuiven hem in elkaar. Ja, oké, mooi. Ik had voor deze bedacht dat we die gewoon langs de buitenkant gingen afpoetsen. En dan terug vet erin en er weer inzetten. Ik denk niet helemaal uitspoelen. Als we deze helemaal diesel uitspoelen, krijg je hem nooit zo mooi meer ingevet. Wat denk jij, Dirk? Ja, inderdaad. Ik was eigenlijk niet van plan om hem helemaal uit elkaar te halen. Dat is echt niet nodig. Daar wordt niet beter van. Lekker. Zo. Zo. Wil je likje? Ziet er lekker uit. Kijk, dit is belangrijk. Hier liggen allemaal shims onder, zie je dat? Dat zijn vulringetjes. Kijk hoeveel dat erin zitten. Er zitten als het goed is hieronder ook nog, denk ik. Nee, dan hierboven. Ik dacht dat ik er meer gezien had, namelijk. Dat is lekker. Niet gek zien. Ik dacht dat er een schroefdraad in zat, hè? Ja. Moet je eens kijken wat hierin zit. Het is een soort schroefdraad. Ja, nou toch niet echt. Het werkt als een schroefdraad, maar het is geen schroefdraad. Je ziet, joh. Nou, kijk. Een merkwaardig ding. Ik had dat ding inveren, dat blokje zeker. Dat lijkt erop, ja. Deze of niet? Nee, dat niet. Welke dan wel? Deze zelf is helemaal echt een... Het is een ingewikkeld geval om te maken trouwens. Dat is gedraadvonkt of zo misschien. Ja, ik ga hem eerst schoonmaken en dan dadelijk kijken wat het. Dat is gek. Ze zitten met z'n tweeën hier wel in. Ik zet hem er niet in, hoor. Nee. Ik ga hem weer gaan poetsen. Ja, dat is gek, man. Waarom zou ze dat zo gemaakt hebben?
Even iets zoeken. Ik moet het wel hard te smeren. Misschien kun je gewoon hier bij mij staan. Systeem is dit toch? Waarom zou ze dat nou zo gemaakt hebben? Dit is toch vreemd? Even beter afwassen nog. De grootste vetkrel heb ik er al afgeschept. Dan zitten die in ieder geval niet in onze wasbak. Nou beginnen we een beetje te zien wat het allemaal is. Hè. Het is gewoon een veer, joh. Ik dacht dat dit misschien gedraadvonkt was of zo, maar het is gewoon gerold. Ik weet niet, dan knabbelt die tanden wel kapot. Ja. Maar waarvoor zou het er anders in zitten? Het is hetzelfde tandwiel, deze wordt gewoon aangedreven. Dus in feite als je deze gewoon erop zet en dit helemaal niet erop, dan werkt het al. Want dan heb je dat ronsel al. En dan zit er dit merkwaardige geval nog onder. Kijk, en hij doet het wel mee. Je kan precies zien hier, de draaikrans pakt hij daar en daar. Zie je dat? Dus hij doet ermee allebei die tanden. Dus hij drukt niet de speling eruit. Doet hij sowieso niet. Want nou, als je dan, nee, als je hij heeft aan één kant gedraaid, ja, dan veert hij hem ook weer in. Ja, dat doet hij. Maar ja, waarvoor zou je anders zoiets maken? Ja, maar draai er eens aan dan. Zo. Ja. Zo kan een heel eind draaien. Op een gegeven moment dan. Dan zit deze aanslag. Want hij zit ook maar aan één kant, hè? Deze draagt alleen aan deze kant. Zie je dat? En niet aan deze. Kijk, hier zijn de tandjes nieuw aan deze kant. Hier heeft hij niks gedaan. En als ik tegen hem die veer indraai. Zo. Ja, zie je. Dan knijpt hij met deze er tegen. Dus ik denk dat je hem zo moet draaien. En dat je hem dan er tegenaan moet drukken. En dan duwt hij deze, dan duwt hij die veer in. Dan duwt hij die tanden uit elkaar. Ik denk dat ze met een veer gewoon die speling eruit touwen. Maar waarom zou dat willen? Ja, dat hij geen speling heeft, dat hij niet ligt dood te kloppen. Ja, maar dat doet hij toch wel. Nou, dat denk ik dat er meevalt, hoor. Dat gewicht is hartstikke groot. Het lijkt me sterk dat dat 1 veertje ervoor zorgt dat dat niet gebeurt, hoor. Ja. Nee. Maar je moet je voorstellen, dat is wel bedoeld om te richten, hè, dat ding. Ja, dat snap ik, maar... Maar nee, maar jij, kijk, als jij rijdt, dan ligt hij in zijn veerspeling wel zo te rammelen. Dat zal hij wel doen. Maar op het moment dat het ding stilstaat, hij staat stabiel. En jij staat zo te richten. En jij draait zeg maar zo. En dan zit in zijn speling. En dan stop je maar draaien. En dan doet hij zo. Klok. Net in zijn speling. En dan draai je weer terug. En dan doet hij klok. Naar die kant in de speling. Ik denk dat hij is echt om de speling eruit te doen. Ja, dat is allemaal. Maar als je die motor er één keer zo aanzet. Dat maakt niet uit. Dan druk je de speling. Dan druk je de veer in. En dan, dan draait hij. En vervolgens stop jij. En dan duwt je zijn speling er weer uit zeg maar. Ja, maar het is maar gewoon dat je niet... Kijk, net zoals met de draaibank bijvoorbeeld. Je hebt als je met de draaibank, hè, je gaat naar je werkstuk toe draaien. En jij draait vervolgens, je bent zo aan het verspanen. Je draait weer terug, dan moet je ver genoeg terug gaan. En dan weer eerst er naartoe, zeg maar. En dan heb je altijd een stukje dat je speling heeft, hè. Ja. Dat wil je dan niet. Nee, die speling, dit is gewoon een veer om die speling eruit te drukken. Gegarandeerd, dat is het gewoon. Dat moet. Hey. We hebben bezoek. Kijk hier nou. Hey. Hey. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, volgens mij gaan jullie een heleboel kijkers blij maken. En ons ook. Want wij hebben jullie bij. Wij hebben een straalkabine bij ons. Oeh, ja. Dat wordt niet meer toppen. Hey, Dirk. Kom eens kijken, jongen. Hij staat hier al. Ja, nou nee. We moeten hem eruit pakken natuurlijk, hè. Ja. Hey, laten we kijken. Ja, leuk maar mee. 125 kilo. Oei. Ik ga hem erbij halen. Heb je er zin?
was echt heel knap. Nabadee! Zulke grote cadeaus kreeg jij vaak niet in je schoen, denk ik wel. Nee, stonden er meestal naast, inderdaad. Ja, nou, precies. Ja, bij mij kon er een heel end, hè. Doe maar weer zo. Oké, hey, laat hem openmaken, joh. Ik heb een toer al wijn gepakt. En we zal aan de slag. Deze hoeft niet helemaal opengebogen te worden. Deze kunnen we scharnieren dadelijk, hè. Hey, nou dat ging niet lukken, denk ik. Oh nee, kijk aan. Nee, zo kan het beter. Zo. Hey, dat is een mooi ding, jongen. Een hoop klappen. Zo, dat komt er wel goed uit. Ja, maar dat is echt wel een serieuze kast, hoor. Kijk hier, daar passen best behoorlijke onderdelen in, hoor. Ja, 990 liter inhoud. Oh, daar is het nummer voor, dus. Ja. Zeker, ja. Ja. Dat is wel helemaal in me opgenomen. Ja. Jij bent ook altijd degene die die kast in elkaar schroeft en die dan erachter komt dat de zijwandjes verkeerd onderin zitten. Ja. Of gaat dit goed zo? Ja. Ja, die moet zijn gewicht dan. Die gasveren die helpen nou mee om hem open te doen. Oké. Dat is meestal als ze dat doen, trouwens. Ja. Dat klopt, maar nou wel heel erg. Ja. Hey. Oh, kijk aan, joh. Ik heb hier in ieder geval boutjes. Oh, kijk ook. Voor de, dat is natuurlijk voor de luchtaansluiting. Die is met je teflon tape. Verpakking tussen, of dat niet? Zou je even te lezen, maar volgens mij... Ja, zie je toch wel even een boekje kijken dan. Ja, ze bouwen hier eerst het onderstel, maar dat doen wij nou net een beetje anders natuurlijk. We zijn ook een beetje anders dan alle anderen. Dus ja, dus we bouwen hem eerst er tegen dan. Ja, we moeten even weten of dat een... Oh wacht, maar dat is een, nee, we dat doen is een het frame-tje. Goed. Dat is een frame-tje, zie je dat? Ja, dat frame-tje, dat is dit. Ja. Ja, inderdaad, maar daar wordt wel tegelijkertijd tegen aangezet, zo te zien. Oh, dat is dat. Ja, kijk, dat zijn er niet zelf gaten. Daar zitten ook schroefjes. Heb jij? Bouten. Ja, ik ben uit de bouten. Bouten? Ja, nou hebben we het al. Hè. Het is het verhaal van de zijwandjes. Ja. Ja. Let op dat jij je poot B rechtsonder plaatst. Kijk hier zo. Nee. Daar zit een, kijk, want er is een poot, heeft een gatenpatroontje om nog wat dingen aan op te hangen. Ja, natuurlijk. Deze, maar. Dat hebben ze, kijk, de rest allemaal. De rest zal allemaal wel poot A zijn dan. Nou maar. Zijn ze toch hetzelfde? Ja, maar er staat poot B en poot A. Ja, ja. Ja, maar kijk, weet je wat het is? Nou, je moet hem gewoon vastschroeven. En als het maar verkeerd vast. Is, kom je daar gauw genoeg achter.
er aan de binnenkant in, denk ik, hè? Ja, ja, dat kan niet anders. Ja, dit kan wel anders, maar dat zou raar zijn eigenlijk. Dat zou niet zo fraai zijn. Ja, dat... Hier heb je wel wat lucht voor nodig, ja. Zo. Yeah. Even kijken, hij heeft volgen aan de achterkant. Nee, toch? Die bandje erop. Zo, oh, wel recht een beetje dan. Beter gewoon even zo doen. Ja. Ja, het maakt niet zoveel uit. Zo, een grendel erin zetten. Klik, klak. Even inzetten, ik moet hem hoog pakken. Anders haal ik het niet. Kijk, als we hem dan een schuimje hebben gehaald. Ja. Wacht even. Ik heb mijn benen zo. Ja, dat is goed zo. Zo kan ik hem inzetten. Ja, hoor. En nou moet hem nog even recht zetten. Ja. Ja, mooi. Bijna goed in één keer. Niet nou. Helemaal. Ja, maar dit is goed. Ik denk dat het ook best grote gaten zijn. Hoop ik. Woe. Raaah. Er zit ook een lampje in, hè? Ja, ja, hey, en niet zomaar, hè? Er zijn gewoon 4 TL's die hierin zitten. Ja, dat zag ik, ja. Even kijken. Dat is ook mooi, denk ik. Oeh. Waarom zitten hier eigenlijk gaten? Dat zijn de afzuiggaten, denk ik. Daar hangt die afzuiger aan, natuurlijk. Hier ook, ja. Ja, dus dat je daar niet direct in kan stralen, natuurlijk. Maar daar zit de motor ook in. In dat ding, ja. En dan moet er toch ook een slang eigenlijk bij zitten nog, of zie ik dat verkeerd? Volgens mij zit hij gewoon daar tegen. Hij heeft zijn afzuiger niet zo bovenin zitten. Je kunt er ook al meteen stroom op zetten, dan doet de verlichting het al. Hup. Ah! Hey! Ja! Mooi hoor. Maar waarom... Wat doe je? Pakt hij die schroefjes niet? Ja, die pakt hij wel, maar je moet ze echt even zorgen dat ze recht ervoor zitten. Ja, je moet hem echt een beetje middelen zo. Weet ik, ja, gaat dan, ligt hij daarin? Die ligt erin, denk ik. Zo, kijk. Hier. Hey. Oh, maar die kunnen we beter pas aanhangen als je op zijn plek staat. Kijk, voetpedaal. Nou, dit moeten we er pas straks aan doen, want anders bungelt hij er nou onder natuurlijk. Dat is natuurlijk niet handig. Ik moet deze vast wel eraan hangen. Even wachten, ik ben bijna klaar. Zo. Zit hij al? Ja, joh. Volgende. Ja. Ik zie hem. Brrr. Zo. Dat vind ik... Hoe draai jij al? Ja, maar anders doe je. Ja, je hebt de schroefpol liggen, man. Volgende. Ja, maar ik draai net van... Oké, okay, bovenste, hè? Dirk, hoe gaat het met de lucht daar binnen? Perfect. En nou? Ja, dat is beter. Het ruikt gelijk een stuk frisser. Ja, dat denk ik ook. Hè? Je staat daar zo'n beetje in die bak te dampen. Het is meer dat die damp zo van achteruit naar voren trekt, joh. Net of er een stinkend achter staat. Ja, dat klopt. Die lucht die trekt hij zo door het gat naar binnen. En jij staat in het gat. Dus ik snap wel dat het... Ja. Nou, we moeten natuurlijk wel testen, hè. Toch werkt het wel met zo'n pistool gewoon. Ik ga jou ook stralen, Bas. Uh-oh. Zinken, hè, want het zit wel vast.
Dat is goed. Het moment van de waarheid is bijna daar, hè? We kunnen hem, het zijn de laatste dingetjes aankoppelen en zo. We kunnen er nog zand in doen. Oh ja, dat is niet onbelangrijk. Eigenlijk geen zand, hè? Straalgrit. Dat moet erin. Zal ik de hout hier even weghalen en die compressor eens aanslingeren? Ja, dat is goed. Die andere accu hebben. We moeten even sleutel pakken, want die zit vast. Die trekt er niet uit. Waar zit die in dan? Ja, partij. Hey, dit klinkt fantastisch. Hij rookt wel. Ja, ik zie jouw rookbolletjes. Er komen maar rookpluimpjes uit, dat is eigenlijk altijd zo wel doen. Hij kan niet groeien, ja, zeker. Ja, komt ie. Oh, ik weet al waarom die het niet deed. Ja, tuurlijk joh. Ik vind dit spannend. Ja, dit wordt mooi. Hier joh, hey. Oh ja, de aftuiging aan. Oh ja. Oh. Gaat best rap. Ja, snel. Ja, hij doet echt wel goed hoor. Dat had ik niet verwacht eigenlijk. Dat had ik niet verwacht. Hoezo? Maar waarom niet? Nou, dat het zo snel ging. Dat, oh, dat het zo snel gaat. Ja. Kijk, hier staat zo dat... Ja, die wordt ook mooi blinkend, maar ja. Ja, dat gaat voor je leven zelf. Het is zo. En wat nou als we de druk wat hoger doen? Ik kan hem omhoog zetten. Doe eens. Ja, ik heb niet de indruk dat het echt... Dat het nou beter is dan. Ja, een beetje van hetzelfde. Hier moet hij even langer op... Ja, dat is vet wat er zit, volgens mij. Door zorgen dat je onderdelen goed ontvet zijn van tevoren. Nu zit hij weer op de top. Zit hem. Hier. Ja, kijk. Ja. Niet deze, hè? Die was helemaal verzinkt. Juist. Ja, dat is prachtig. Ja, deze onderdeeltje willen we laten verzinken, hè? Ja. Ja, deze niet dan. Die moeten we spuiten. Ja, omdat als we dat mooi gestraald hebben. Ik denk dat je een zakje zand daar mag. Maar helemaal in hoor, zo.
die handschoenen moest je tussen. Ja, had ik gezien. Zo. Dit is een fijn werkje zo. Dit is echt bevredigend zoals het er allemaal afgaat dan, hè? Je moet gewoon een beetje geduld hebben. Maar de rubber is volgens mij kapot, toch? Je moet dus naar binnen staan als het goed is. Ja, een beetje. Hij zuigt niet zo hard. Nee, hij had gewoon een beetje stormen uit natuurlijk, hè? Wie dan? Zet hem eens aan nog eens. Let op, als je hem nou uitzet. Ja, dat is goed, hè? Hij trekt hem gewoon vacuüm in die kast. Dus dan kan er geen stof naar buiten komen. Hey, even kijken. Even tijden. Ja, dan moet je eigenlijk de stof laten zakken. Hey, zie je dit? Kijk hier. Ja, dat is mooi, hè? Dit is nog niet eens het grofste zand. Nee, maar dat werkt echt wel goed. Zo. Die bak heeft het zwaar hier. Ja, die zul je een keer moeten vervangen, die roosters. Maar ja. Hey. Oh, kijk hier. Zo'n haakje ook. Zo. Nou, ligt dat voor, denk ik, ja. Dat denk ik wel. Kijk hoe mooi, man. Is echt nieuw. Ja, dat is perfect. Dan kunnen we die kleine onderdeeltjes allemaal gaan stralen. En dan kunnen we ze laten verzinken. Ja. Super. Kijk. Goed uit. Ja, daar gaan we heel veel plezier van hebben, hoor. Hiervan. En mooi. Ja, dan kunnen de staalborstels een keer een beetje met pensioen. We zullen het toch nog wel nodig hebben natuurlijk, maar dit werkt echt wel 20 keer beter. Mooi. Oh! Wat doe jij? Er zit een gat in. Hè? Er zit gewoon een gat in. Ja, hij zuigt hier rust aan. Ja, hij heeft geleerd de hele tijd. Heel dat ding ging zelfs, dat doet hij zelf. Eh? Heel de lamp viel zelfs om, joh. Hij is stuk. Wat? Nee, hij is niet stuk, maar dat zand, dat ja. Zakt niet helemaal lekker nou naar beneden. Daar komt omdat er geen bordvang tussen zit, denk ik. Het klopt een beetje. Ja, het wordt steeds wat vochtiger, heb ik hier. Ja, tuurlijk. Dat kan ik jou wel vertellen. Kom, kijk hier eens. Ja, kom maar kijken. Ja, nou, dan kan ik hier kijken hier dan. Ja joh, dat blubbelt gewoon. Er is gewoon te veel vocht erbij. Kijk hier, dit is gewoon het probleem. Dat is zeker het probleem. Moet die vochtvanger moet erin. Het loopt niet naar beneden. Nee.
dit moet gewoon hier zo moet dat liggen. Ja. Maar het klont het nog niet echt, eigenlijk. Kijk, wat ik me ook afvraag is, hier zit een gaatje, hè? Ja. Dat lijkt me niet rendabel als er een gaatje zit. Ja, maar dat zit er niet per ongeluk, dat is wel echt erin geboord, zeg maar. Ja, dan moet die slang niet helemaal tot over het gaatje. Dat denk ik niet. Waarom of moet die niet dan gevuld worden tot een gaatje? Dan moet je misschien het boekje lezen. Kijk, want hier zit ook een gaatje. Ja. Nou, maar het werkt ook best goed. We moeten alleen die... Ja, het werkt wel goed. Nou, dat wou ik zeggen. Het is alleen nou, op een gegeven moment was er echt was geen zand meer. Nee. Nee, maar kijk eens hier, Dirk, zie je dit? Hier. Daar ligt gewoon een plasje onder, hè? Oh ja. Dan moet we moeten gewoon volgende week eerst maar eens even die ringleiding maken. Met een vochtvanger ertussen. En dan en zorgen dat we die schroefcompressor, die elektrisch installeren natuurlijk. Hè? Want het is, dit werkt ook wel, maar het is natuurlijk niet ideaal. Dit is ook de, dan heb je de hele tijd die motor daar horen. Nou, dat maakt niet zo uit, maar dat zonde van dat diesel, zeg maar. Dat gaan de buren op een gegeven moment niet leuk vinden natuurlijk. Kijk dan toch. Dat is wel mooi hoor. Hier, kogelgat. Ja, die hadden we nog niet opgemerkt eerder. Daar, hè? Pats. Ja, zo zie je wel wat. Het is wel goed om alle onderdelen gewoon er alvast in te leggen. Want kijk, dit kastje, daar heb ik nooit op gemikt. Nee, dat klopt. Die wordt gewoon schoongestraald. Ja, mooi is dat. En ze worden er ook gewoon... dit is eigenlijk bijna beter zelfs. Nee, maar kijk, hier valt het er gewoon eraf. Ja. Hier. Ja, dat is zeker. Het gewoon al die spullen erin leggen, gewoon een beetje stralen. Ja, dat lijkt er wel op, hè? Gewoon een mini-kogel. Pats. Ja, kan afgeket zijn daar. Handvuurwapentje. Pats. Ja, ik denk dat dit, als je daar echt rechtop schiet, schiet je er wel doorheen, denk ik. We zijn er toch doorheen geschoten? Ja, niet helemaal, hè. Heb je er al eens in gekeken? Ja, we zeggen nou kapot. Mooi met stralen, hè? Je ziet zelfs de afzet, de dingen waar het mes heeft gezeten met zetten van het plaatje. Dat is helemaal schoon. Het is wel een kantbank geweest. Daar hebben ze niet in de bankschroef omgeslagen, nee. Nee, maar ook niet met een zetbank. Tja. Mooi man. Hey, ja, ik zet even de compressor uit en dan gaan we het afsluiten. Want het is ondertussen zo ver alweer. Hè? Ja. Je hebt het lichtje uitgedaan. Dat heeft Tom gedaan. Hij heeft met de lichtjes gespeeld. Oh. Kijk hier, het beauty. Ja, het werkt goed. Super man. Ja, volgende week gewoon die lucht in orde maken. Ding op zijn plek, want we hadden ook al een hoek vrijgemaakt waar die moet komen te staan. Hij moet natuurlijk niet hier blijven staan. Dat is ook niet zo handig als straks de koepel weer binnen moet. Toren, koepel. Dakkapel. Dakkapel van het rupsvoertuig. Nee, een dak was het gewoon. Een dak, het dak. Als het dak weer terugkomt. Ja man. Wat een klets. Hey, laten we gewoon gauw de comments gaan doen en afsluiten. De comments van vlog nummer 358 staat bovenaan Brombartje. Het lijkt me een mooi gebaar naar Diesel om zijn naam op de torenkoepel te zetten of op de loop. Zo krijgt de tank een naam, wordt Diesel herdacht en weten mensen welke soort brandstof erin moet. Het is een ideetje, maar het zou wel gaaf zijn. Hopelijk kunnen we dit met likes naar de comments krijgen. Nou, Brombartje, dat is dan gelukt, hè? Want hij staat zo op de eerste plek. Dit is al iets dat al eigenlijk vanaf het begin dat Diesel werd aangereden. Diesel was trouwens, voor de mensen die niet weten, was de hond die we hadden voor Luca. Die is hiervoor op straat aangereden. Daar had iemand het hek open laten staan, was de straat opgelopen. En daarom heeft Luca nou ook zo'n kastje. Dus mocht iemand dat hek open laten staan, kan ze niet van het terrein aflopen. Dus wij willen wel de tank eigenlijk zo authentiek mogelijk maken. Dus eigenlijk wel met de nummers en de beschilderingen die er eigenlijk op zaten toen die werd buitgemaakt. Ja, er stond er natuurlijk geen diesel in op. En sowieso ook niet in normale letters. Ik ben wel aan het kijken geweest of dat er inderdaad Iraakse voertuigen zijn waarop dat een soort van een graffiti op stond.
En dan wel door de Irakezen zelf erop geschilderd en niet door de coalitietroepen, zeg maar. Maar ik heb daar niet echt voorbeelden van gevonden eigenlijk. Blijkbaar, het is natuurlijk toch een streng regime, zeg maar. Misschien werd daar niet gewaardeerd als je je voertuig onderkladderde of zo, denk ik. Maar ja, ik weet het niet wat we daarmee moeten doen. Het zou wel leuk zijn, maar dat kunnen we dan beter doen met een voertuig met minder historische waarde een keer of zo. Maar niet deze eigenlijk. Ik wil deze wel echt zoveel mogelijk origineel maken. Dat is wel het mooiste, denk ik. En ook, dan is het wel het meeste waard ook wel op zich. Hè. Dat is toch historische waarde wat het ding heeft. Richard Muller, die zegt, even een compliment voor Tom. Je camerawerk gaat erop vooruit. Plus, je vragen bij de tandwielkast vond ik ook goed. Een paar dingen die je vroeg, daar zat ik ook net aan te denken. Je bent echt wel beter geworden. Ook je vrolijkheid op de achtergrond is aanstekelijk. Nou, compliment Tom. Ja, dat is leuk om te horen, toch? Ja, zo is het. Ja. Maar wij zijn ook erg tevreden met het werk wat je doet. Want het gaat goed, toch? Tenminste, ja, dat denk ik ook wel, ja. Wat ik altijd in de comments voorbij zie komen, zijn toch wel lovende recensies. Hè? Ja. En knaap aap Joop die zegt toppers. Hey. Hey. Ja. Hey, toppers. Ja, dankjewel jongens. Dat zijn leuke reacties. Oké. Okay. Ja. Dankjewel Richard Muller voor de comment. Ja, en de Engelse samenvatting natuurlijk. Hè? De English summary. Today we start working on the traversing gearbox. Hebben we daar spannende dingen aan gedaan, Dirk? Nee. Niet veel, hè? Oh, ja. We took apart the pinion gear. And there was some kind of spring construction. And it looks like there are two gears which are with the spring loaded. I think it's to push out the clearance out of the gearing, and probably that has to do if you're aiming at something and there's clearing on the gears, then if you are rotating the turret, and if you stop rotating, then it always does this, and it you have clearance, and it's not easy to point at a target, to aim at a target, I guess. I think that's the thing. Even kijken, hebben we nog iets speciaals van verteld? Nee, hè? Dat was het. I think that was about it for the gearbox. I have been cleaning some parts of it, but nothing special. And then HBM came and they brought us, a sandblaster. That's excellent. Many folks of you were already saying you really need a sandblaster cabinet, and now we have one. So we assembled it. I think it just doesn't need any explanation. And then we had it here, and we said, oh well, we don't have a compressor yet or a system to test it, because we have the electric compressor over there, but it doesn't have the pressure vessel with it. And it also needs some installation, but we wanted to test it, and of course we have the diesel compressor outside, so we welded some adapter to fit it on to test it. It works very well. Only we need the air filter cleaner unit, air conditioning unit thing. Because now the grid will get wet, of course. Water separator. Ja, listen. En dan zeg je dat die geen. And you say you can't speak English. Ja, yeah, I know only water separator. Water separator. Yeah, we need a water separator. That's it. We cleaned a lot of parts, and that works excellent. Now we need to put it over there and install some tubing and also the water separator. And the idea is to have the electric compressor in the corridor over there with the pressure vessel. And we want a pressure line on this side going all the way to the corner. And then over there we can place a ball valve with a connector to the hoses for the diesel compressor.
So we can use the diesel compressor anytime if we like. And other thing is, of course, we can use like the pneumatic hammer also on the electric compressor inside, so that gives us more possibilities. Okay. That's about it. Ik zou zeggen, mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende.